net maakt elke dag de grachten schoon. Denk hierbij aan drijfvuil vissen, baggeren en het opvissen van grof vuil, zoals fietswrakken. Maar het schoonmaken gebeurt ook op een hele schone manier. Wat is emissievrij varen eigenlijk? Emissievrij varen is dus varen op elektriciteit, zodat er geen uitstoot is van gassen en van stoffen. Ik heb begrepen dat de hele vloot van Waternet elektrisch wordt. Waarom is dat eigenlijk? Amsterdam heeft een beleid afgekondigd dat we in 2025 uitstootloos moeten varen en zo schoon mogelijk moeten werken. En omdat Waternet het zo belangrijk vindt, zijn we er ook voorloper in. En we hebben ons geconfirmeerd in plaats van 2025 om dat te organiseren en te realiseren in 2020. En wij zijn al heel ver op weg. Sommige werkzaamheden kunnen niet helemaal elektrisch uitgevoerd worden, want daar is meer kracht voor nodig. En daar hebben jullie, geloof ik, hybride schepen voor. Het werk, het zware werk, ja, dat kan niet allemaal elektrisch, want zoveel capaciteit kan niet mee in een schip van een elektra. Dus dat hebben we een schone generator, dus zo schoon mogelijk met zo min mogelijk uitstoot. De grote voordelen, nou, dat is dat het stil is natuurlijk en dat je geen aanlaatgassen om je heen hebt. Dus ja, en nog dat het toch behoorlijk krachtig is. Hé hey Cor, het is eigenlijk zo stil dat we wel zouden kunnen fluisteren. Ja, dat klopt. It's so, so quiet. Shh, shh. It's oh so still. Shh, shh. You're all alone. So peaceful until you fall in love. Hey, bedankt hè. Graag gedaan. Fijne dag.